Wil je dit jaar je kind nog ondersteunen met een schenking voor de eigen woning? Dan moet je nu in actie komen. In 2022 is de laatste mogelijkheid om nog ruim 100.000 euro te schenken aan je kind voor de eigen woning. Heb je dat geld nu niet op een bankrekening staan? Gebruik dan in ieder geval de mogelijkheid om dit jaar alvast een voorschot te nemen op die schenking. Het is namelijk noodzakelijk om in ieder geval 1 euro meer te schenken dan de normale jaarlijkse vrijstelling. Het is dan mogelijk om dat bedrag van ruim 100.000 euro in 2023 aan te vullen. Uw kind heeft dan de mogelijkheid om voor 31 december 2024 de woning aan te kopen. Heb je voor 2010 al gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling en kon je dus toen nog niet gebruik maken van de verhoogde schenking voor de eigen woning, dan is er nog de mogelijkheid om een extra bedrag te schenken aan je kind. Dat mag alleen in 2022. Dus wil je dat doen, dan kun je dat niet uitstellen tot 2023. Voorwaarde is wel dat je kind de leeftijd van 40 jaar nog niet heeft bereikt. Kijk voor deze en meer tips op www.alfa.nl/eindejaarstips.